Vanmorgen overleed hij op 65-jarige leeftijd in zijn huis in Frankrijk aan de gevolgen van darmkanker. We wisten allemaal dat dit moment zou komen. Ongetwijfeld komen we jullie hier aangeschoven als vrienden. Naast de familie veel verdriet, maar ook veel dierbare herinneringen. Lucas, broer van Jeroen. Noem eens een dierbare herinnering van hij zegt, ah, oh, dat is zo Jeroen. Oh. Ja, te veel. Ik denk heel veel terug aan toen ik jong was en thuis, de familie. En dat hij zat te tekenen. En de beginperiode, dat hij dat alles zich ontwikkelde. Dat hij Coat & Bee imiteerde. En mijn vader zat te tekenen aan tafel. En dat hij, we was een creatief gezin. Dus hij dat ging allemaal vanzelf, hè, dingetjes. Hij begon ook te tekenen. En ik zie ook heel veel dingen in dat werk wat vanavond getoond wordt. Eigenlijk heel veel invloeden van mijn vader. En dus ja, deze dagen, ik denk veel vroeger, of terug aan vroeger. Aan de jeugd in ons gezin. Eigenlijk. Ook als Diederik van Vleuten. Hoe zou je Jeroen typeren? Ja, daar vraag je me wat. Nee, ik zat nog even van wat zou mijn herinnering... Mag je ook geven? Ja, nee, ik heb zo ontzettend met hem gelachen. Okay. En vanaf de allereerste moment dat ik hem zag... Ik leerde hem eigenlijk goed kennen bij Spijkers Kop Radio. Daarvoor een paar keer tegengekomen. Toen gingen we wekelijks samenwerken. En je komt iemand tegen, je hebt meteen de slappe lach. En wij konden ons erg goed vinden in, laat ik zeggen, wij omarmden de zinloosheid van het bestaan. Okay. Maar juist daarin lag zoveel zin, omdat je er dan zoveel grappen over kon maken. Dus ik had er meteen een bondgenoot erbij. Ja. Dat is altijd zo gebleven. Ja. En heb je ook geen hekel aan Jack lachen, toch? Nee. Want als je het hebt over dierbare herinneringen, dat was als Jeroen belde en zei, ben je thuis? Ja. Heb je jenever in huis? Ja, dan kom ik er nu aan. Okay. En dan kwam die in een kleine drie kwartier de hele wereldproblematiek oplossen. Want ja, zo was Jeroen ook. Dat was dan leuk? Dat lost hem verschrikkelijk lachen. Oké, nou ja.